Zit weer met die eerste pijl in de triple. 140! En vanmorgen wilde het zo dichtbij bij Whitlock dat de Australiër ook weet dat hij zich geen foutje kan permitteren. 16. 60, dan zit hem keurig op 170. Maar Van Barneveld kan hem natuurlijk beter wegzetten. Simon Iroquois, 170. Van Barneveld komt zo dadelijk terug voor 131. Ja, gisteren gooide hij hem een keer uit. Whitlock zet hem keurig op tops neer. Triple 20, triple 13 en dubbel 16. En dus om er 4-4 van te maken, Simon Whitlock met tops. Vorige pakte hij hem in één keer. Nu moet hij het omweggetje maken via dubbel 10. Dat is hem al een keer eerder niet goed bevallen. Toen hij de 5 achter elkaar mist op dubbel 10. En dus kan Van Barneveld er 1-1 van maken in deze set. 20 en tops. Voor 1-1. 54. Simon, you require 10. Drie dubbel 1. En die gooit hij wel. Tot grote voldoening ook van mevrouw Simon Whitlock. Is het 4-4 na de eerste 8 sets van deze wedstrijd. Dan kijken we dus naar een bijzonder boeiende halve finale tussen Simon Whitlock en Raymond van Barneveld. De heren even van het podium. En wij ook even. Na de reclame zijn we bij u terug. Heel graag, tot zo. Dankjewel, heren, Koos van P en Dick van Dijk. Het was even schrikken met Raymond van Barneveld, 3-0 achter. Ja, was niet echt wakker nog, nee, hè? Begin van de partij. Langzaam erin en ja, het niveau is nu alweer. Ja, dubbels, was dat simpel het verhaal? Dat te veel dubbels gemist? Ja, dubbels, heel veel dubbels. Moet ja. Hij misschien net als Whitlock 90% op die dubbels gaan oefenen? Of doet hij dat al? Nou, 95%. 95, oké. Dick, dan toch terugkomen vind ik mentaal heel sterk. 4-4 nu. Ja, mentaal heel sterk. Maar op een gegeven moment had hij weer die ontlading, Raymond. En die lekt erna met die adrenaline. Ja. Was het weer niks, die lekt erna. We willen meer ontladingen zien van Raymond van Barneveld. Was de conclusie? Als hij daarna blijft gooien, wel. Dan wel. Laten we het helpen. Hier is het vervolg van de partij. Haalt Raymond van Barneveld de finale? U weet het zo dadelijk. Please welcome back Raymond van Barneveld, Simon Whitlock. De zaal heeft er duidelijk zin in. Dat geldt voor ons ook. En ook voor u. Naar het vervolg van de halve finale partij tussen Van Barneveld en Whitlock. Inderdaad, Van Barneveld 3-0 achter. Op een gegeven moment dreigde het zelfs 4-0 te gaan worden. Nou, dat bleef Van Barneveld dan nog bespaard. Na die 3-0 achterstand kwam hij 4-3 voor. En zo even, vlak voor de onderbreking, verloor hij de achtste set. Thank you, ladies and gentlemen. Werd het 4-4. First leg. The very best of all the plays. Simon to throw. Whitlock mag beginnen. Die begon de wedstrijd goed met een 180 scoren. De eerste beurt na de onderbreking is 140. Ja, de gemiddelden van beide heren. Van Barneveld wat vaker de 100 scoren gevonden. 27 ten opzichte van 18. Whitlock wat vaker 140. 180 staan ze exact gelijk. Het gemiddelde van Barneveld is wel wat hoger. En dat komt omdat Whitlock een fase heeft gehad waarin hij heel weinig triples raakte. En in die fase is het gemiddelde van Whitlock in ieder geval wat omlaag gegaan.
Triple 18 voor Robert Lok en dubbel 12. En dan komt hij weer goed uit de coulissen hoor. Robert Lok. Een belangrijke eigen leg begint Van Barneveld met een 180. Nou, als dat ritme er eenmaal in zit, ja. Van Barneveld. En dan ziet dat er zeer fraai uit. Na 6 darts op 141. Dat hebben we deze week toch al vaak gezien, hè? O'Shea komt het dichtstbij, die mist op dubbel 12. Net boven de triple 19. 89. Dubbel 16 voor 1-1. Dat is een keurige leg voor Simon Whitlock. Een zeer keurige leg ook van Van Barneveld. Simon to throw first. Game on. De laatste drie keer dat we een beslissende derde leg gingen spelen. Maar Van Barneveld. Met zijn eerste 180 weer in deze leg. Het is al de derde in deze set. Hij was natuurlijk degene die de laatste 9 darter gooide tot dusverre op tv. Dat was 23 maart jongsleden tijdens de Premier League. Bournemouth, Peter Manley was de tegenstander. Hij was de 7e ooit die dat op tv deed. De eerste was John Lowe na Paul Lim. Toen duurde het heel lang. En toen Sean Greatbacks de 3e. 3 keer veel teder op rij. En Van Barneveld dus de 7e, maar de 5e persoon, zullen we maar zeggen, die de 9e dat op televisie voor elkaar krijgt. 85. Whitlock, in deze voor hem zeer belangrijke leg, houdt het tempo even niet vol, blijft achter en geeft de bal even voor Van Barneveld te breken. 6 darts hiervoor. Dubbel 18 zo dadelijk voor Van Barneveld. Geen finish voor Whitlock hier mogelijk. 92. Raymond, you require 36. En zo pakt hij weer de derde beslissende leg van deze set van de 9e. En nu komt hij 5-4 voor. Ja, en dat kreeg Phil Taylor gisteren maar niet voor elkaar. En Van Barneveld wil. 140. Dus 5-4 voor, 140 beginnen. En de 10e set. Dat is niet toch eens weten te houden. 96. Het zou belangrijk zijn als ik hier de eerste leg van die set zou kunnen pakken. 98.
de zevende set pakte hij een voorsprong. Mocht de achtste zelf beginnen. Voor een marge van 2. Kreeg hij toen niet voor elkaar. Hetzelfde verhaal nu. En elke keer is het maar weer Whitlock die de eerste leg toch het best begint. 138. De tweede rond zoals Whitlock 140 uitgooit, anders waarschijnlijk niet. Dus komt Van Barneveld zo duidelijk terug. Nou, Whitlock kan wel de druk erop zetten, moet hij een trippeltje gooien. Valt hij dan net niet in die laatste beurt. 68 voor Van Barneveld, triple 20 en dubbel 4. 16 en dubbel 16. Die kant op. Dubbel 16. 36. Raakt het ijzer maar aan de verkeerde kant. En dus laat hij dubbel 16 staan. Whitlock. Triple 20. Op het ijzer maar daarboven. Nog een 20 voor Tops. Moet er voor opzij. Hij laat de kans liggen. Voor 1-0 voor in de tiende set. Van Barneveld, dubbel 16. Dubbel 16 nog. De laatste kans, die laat hij ook onbenut. En dan Whitlock op dubbel 10. En je mag er toch van uitgaan dat iemand een keer een dubbel gaat gooien. Ja, het is Whitlock die de eerste leg van de tiende set naar zich toetrekt. En dus verliest Van Barneveld weer de eerste leg van een set die hij zelf is begonnen. En dat is dan voor de vijfde keer op rij. De Wizard of Oz met zijn zevende 180. 131. Finale vandaag. Daar gingen al die sets tegen de darts in zo'n beetje. Whitlock 96 en dan heeft hij deze set ook tegen de darts in. Ja, hij heeft geen haast, maar dubbel 8 geeft hem die set alvast. Hij mag er zo direct voor terugkomen. Geen 5-5. Dat is een hoge. Dat is ook niet meer te doen. 100. Simon, you require 8. Dubbel 4 voor Simon Whitlock. Voor een 5-5 stand in sets. Games on the 10 set. Simon Whitlock. En zo staat het 5-5. 11 set, first leg, Simon 2. De volgende set mag Simon Whitlock weer beginnen. Ja, wat je al zo even al zei. Het beginnen van een set wil ook in deze halve finale weer niet meteen automatisch opleveren dat je hem ook wint. En de laatste vier zijn sowieso al tegen de darts ingegaan. En 180 voor Van Barneveld. Komt nu in de dubbele cijfers. Dit was de tiende van de partij. En daarmee komt hij ook op gelijke hoogte met Colin Lloyd in het toernooi. Lloyd heeft er 32. Dat is precies hetzelfde aantal dat Van Barneveld nu ook heeft. 19. Thank you.
99. Ja, wat knap. 280 in deze leg. Dan kwam 9 darts op 51. Nou, is het dus echt geen garantie als je een leg begint dat je hem ook wint. 19 en dubbel 16. Maar wat wel opmerkelijk is dat het pas de tweede keer in de wedstrijd is. Dat is de 11e set dat Van Barneveld in een set met 1-0 voorkomt. We hebben 10 sets gespeeld. En 6 daarvan gingen tegen de darts in. 100. Als het 7 uit 11 zou kunnen worden, dan staat Van Barneveld straks 6-5 voor. Ja, het gebeurt van Barneveld en Whitlock profiteert daar bijna volledig van met een 140 score. Dus hij zal toch zeker nu een triple raken. 59. Nee. En zo gaat toch langzaam zeker het initiatief in deze leg naar Whitlock, die hem ook niet is begonnen. Whitlock mag hem wegzetten. Van Barneveld zal in de volgende beurt ook niet veel meer kunnen dan dat. 86 voor Simon Whitlock. Op 18 en dubbel 16. Nog een 18. Om Bullseye over te laten voor Whitlock. En 1-1 in de 11e set. Simon Whitlock. Third leg, Simon to Rovers. Whitlock mag nu de derde en beslissende leg van deze 11e set beginnen. De laatste 4 keer dat dat gebeurde, een derde en beslissende leg, ging de winst naar Van Barneveld. Nu een fijne score. 40. En dan heeft hij in ieder geval bereikt dat Whitlock nu echt achter hem aan moet. Je komt toch zo langzamerhand ook wel een beetje in de wat belangrijkere fase van de partij. 125. Doet mee, Whitlock. Nu zorgen dat je een finish overhoudt. 140. Ja. 123. Raymond, Whitlock een beetje pech met die laatste. 121 voor Van Barneveld. Boel begonnen. Triple 20 en dubbel 18. Net daarboven. En dus 105. Is het Whitlock die je mag aanleggen voor deze set. Triple 20. Heeft hij nodig. En gevonden. 12 en tops. 12 en tops. 1 dart ervoor. Nee, die trekt hij naar beneden. En dat betekent dat Van Barneveld op dubbel 8 met 6-5 voor kan komen. Ja, dat doet hij.
En zo wordt het 6-5 voor Van Barneveld. En dan is er alweer een set tegen de darts ingegaan. 7 van de 11. 140. Hij moet zien dat hij dat niveau vasthoudt. Want in de set die Whitlock begint, speelt hij heel erg goed. En hij laat een beetje zakken, de teugels vieren in de sets die hij zelf begint. Het gemiddelde van Barneveld wordt ook steeds hoger. Hij zal tegen de 96 aan nu, Whitlock. Ja, die blijft zo rond die 90, 91 hangen. 11 keer 180 voor Van Barneveld, dat is ook prima. 7 voor Whitlock, maakt hij er 8 van. Ja. Pech. Weer een bouncer voor Van Barneveld. Finish voor Whitlock. En niet voor Van Barneveld, maar het is een hoge voor Whitlock. 60. Ja. 60 is niet al te veel. Simon Uriquire, 139. Whitlock, 139. Triple 19 beginnen, niet geraakt. Terug naar de 20. Enkele 20 laat tops over. En ja, je wordt het al bijna gewend, maar dan gaan we weer richting een break misschien. Tenzij Van Barneveld 130 uitgooit. De triple zit erin. Nog een triple 20 voor dubbel 5. Ja. 130 finish, ja! Kijk, 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 kijk. De emotie is begrijpelijk. De emotie is heel begrijpelijk. Het is een negende voor Simon Whitlock. Bij mij zit hij op 64 zo dadelijk. En dat kan. Er zullen heel veel problemen gebeuren. In alle rust. Dubbel 8 nu. Voor 1-1 in deze 12e set. En dat staat het. 1-1 in de 12e set. En dus gaan we weer naar een beslissende derde leg. Die Van Barneveld mag beginnen. Even om de hoop wat te vergroten, de laatste 5 keer dat we de derde leg speelden, won Van Barneveld. Vaak begon hij beter dan. Ja, dit zijn de finishes waar Whitlock graag op gooit. In de rode balk ziet u de dubbels. En daaruit blijkt dus dat u dubbel 10 echt niet loopt. 2 uit 12, dat is echt slecht. Dubbel 20 en dubbel 12, die gaan heel goed. Terwijl u de 12e 180 van Barneveld in het bord ziet vliegen. Maar zodra die tops en dubbel 12 mist, dan komt Whitlock in de problemen. Want dubbel 8 en dubbel 4 en dubbel 10, die lopen dus niet. 78. Ja, ja. Dat is wat je nodig hebt. De 13e 180. Voor 7-5 voor zo dadelijk.
Whitlock geen finish. En dus Van Barneveld triple 17. Niet gegooid, triple 10 en dubbel 18. Moeilijk te zien, maar ik denk dubbel 18. Hij kijkt naar boven, dus dat zal daar inderdaad naartoe zijn gegaan. Maar komt dan terug, zo dadelijk. Twee sets voor heeft hij nog niet gestaan, Raymond van Barneveld, in deze halve finale. Ja, weer die dubbel 9 die er niet in gaat. Dubbel 19 voor Whitlock. En die raakt hij zo makkelijk de hele partij. Ja. Nu zit hij naast de hele 19. Mazzel voor Van Barneveld. Zonder geluk vaart niemand wel. Hij voor dubbel 4. 7-5 voorsprong in sets. Ja, ja. Ja, laat wat dat betreft die derde en beslissende leg van een set maar komen. Want die gaan allemaal, in ieder geval de laatste zes nu, naar Van Barneveld toe. Waar Whitlock bijna altijd de eerste leg van een wedstrijd pakt. Van de set in ieder geval, is het belangrijkste wie de laatste pakt. 100. De vorige set was ook de eerste van de laatste zes die met de darts meeging. 42. Dit is weer een set die Whitlock is begonnen. Simon, you require 100.